Dat vind ik niet leuk, hoor. Huh? Niet? Nee, dat vind ik super, super, super leuk. Gekke Teun. Hebben jullie er een beetje zin in, jongens en meisjes? Oei, dat kon ik niet zo goed verstaan. Ik vroeg, hebben jullie er zin in? Gelukkig maar. Wij hebben er ook zin in, toch, Fien? Zeker weten. Want wij krijgen visite. Ja, visite van Sinterklaas. Oh, hoi Rosa. Vind jij het ook zo leuk dat Sinterklaas bij ons op visite komt? Wacht eens even. Wat is er? We hebben de dieren nog helemaal niet voorgesteld. Oh nee, helemaal vergeten. Oh ja, dit is Rosa, onze koe. Rosa is heel erg lief. En handig, want Rosa geeft melk. En dit is ons varkentje Sebastiaan. Ja, Sebastiaan houdt heel erg van eten. Vooral van appeltjes, toch Sebastiaan? Oh, Pim. Rustig aan, Pim. Rustig. We zijn je niet vergeten, hoor. Nee, joh. Hoe kunnen we jou nou vergeten? Dit is Pim. Onze boerderijhond. Hij is dol op verstoppertje spelen. Kunnen jullie ook blaffen, jongens en meisjes? Doe maar mee. Zeg, ken je alle dieren van de...
Dat was leuk. Ja, toch? Heel erg leuk. Maar we moeten nu wel een beetje gaan opschieten. Oh ja, want Sinterklaas komt zo met cadeautjes. Hey Pim, nieuwsgierige hond. Jij wil natuurlijk weten wat je voor cadeautje krijgt van Sinterklaas. Hoorde je dat, Fien? Ja. Pim kan ook al niet wachten, net als ik. Ik hoop dat Sinterklaas echt heel veel cadeautjes voor me meeneemt. Teun, mama heeft gezegd dat we rustig moeten wachten. Als we lief zijn geweest, neemt Sinterklaas een cadeautje voor ons mee. Maar we mogen er niet om vragen. Nou, ik vind het maar lang duren. Ik heb mijn verlanglijst al 100 dagen geleden in mijn schoen gestopt. En ik heb nog steeds geen cadeau. En Pim ook niet. En Sebastiaan ook niet. En Rosa ook niet. En jij, Fien, wil jij soms niet weten wat voor cadeautje je krijgt? Natuurlijk wil ik dat wel. Heel graag zelfs. Nou, dan hoop ik maar dat Sinterklaas een beetje opschiet. Dat hoop ik niet. Niet? Nee. Nu snap ik er niks meer van. Je wilt wel heel graag weten wat voor een cadeautje je krijgt. Maar je hoopt niet dat Sinterklaas een beetje heel erg opschiet. Kijk eens om je heen, Teun. Oh ja, het is nog een beetje een rommeltje. Precies. En als Sinterklaas nu al voor de deur staat, dan hebben wij geen tijd meer om op te ruimen. Oh ja, laten we dan maar snel beginnen. Want dan heb ik ook eerder mijn cadeautje. Teun! Oh ja, Pim. Als jij meehelpt, zijn we nog eerder klaar. Ruim jij je eigen hok op? Goed idee, Teun. Als we opschieten, zijn we zo klaar en krijgen we eerder een... cadeautje! Ja. Oh, wij krijgen visite. Sinterklaas komt langs hier, dus we maken alles schoon en ruimen op. We werken door, we doen ons best. We vegen en we poelen. Zo maken we hier alles weer te top. Oh, waar blijft Sinterklaas nou? We kunnen niet wachten. We zijn echt helemaal klaar, schiet nou een beetje. Sinterklaas, Fien en ik hebben alles helemaal netjes gemaakt. Alles ziet er tip-top uit. De dieren hebben hun hokken opgeruimd, dus we zijn echt helemaal klaar voor alle cadeautjes. Oh, en oh ja, we zijn allemaal heel erg lief geweest. Dit duurt wel heel erg lang. Weet je zeker dat het vandaag was? We hebben vanmorgen toch het laatste kruisje op onze kalender gezet? Oh ja, gisteren was het nog één nachtje slapen. En nu is het vandaag. Misschien is hij al terug naar Spanje. Sinterklaas gaat toch nooit weg voordat hij zijn verjaardag met ons heeft gevierd? Misschien is hij verdwaald. Verdwaald? Ja, dan heeft Sinterklaas geen idee meer waar hij is en weet hij al helemaal niet meer waar onze boerderij staat. Misschien moeten we Sinterklaas een beetje helpen. Hoe dan? Door te zingen. Dan hoort hij ons en weet hij waar hij heen moet. Oh ja, als we samen zingen, hoort hij ons dan? Dat denk ik niet. Huh? Als wij samen Sinterklaas liedjes zingen, dan hoort hij ons niet. Maar als iedereen die bij ons op bezoek is gekomen meezingt, moet Sinterklaas ons wel horen. Wat een goed idee. Zingen jullie mee, jongens en meisjes?
gaan we! Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Daar huppelt zijn paardje het dek op en neer. Daar waaien de wimpels al heen en alweer. Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant. Ik heb genoeg lekkers voor heel Nederland. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Wow, dat is leuk zeg! Jongens en meisjes, zingen jullie ook? Sinterklaas! Ja, daar is hij! Oh, eindelijk! En hij heeft ook een Piet meegenomen! Ja, wat gezellig! Oh, kom jongens en meisjes, we zingen nog wat harder! Speciaal voor Sinterklaas! Daar gaan we! Sinterklaas, je komt maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied! Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje. Zingen en we springen en we zijn zo blij. En we dansen samen zij aan zij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. En we dansen samen zij aan zij. Wat is het leuk om hier te zijn. Och. Dag allemaal. Hallo allemaal, wat gezellig hè Sinterklaas. Ja, ja. Fien en Teun. Hallo Sinterklaas. Gaat het wel goed met jullie? Ja hoor, Sinterklaas. Nou, jullie zijn zo stil zeg, zo ken ik jullie helemaal niet. Ik vind het geloof ik een beetje spannend nu je hier ineens in het echt bent. Inderdaad, Sinterklaas. Spannend, maar dat is toch helemaal nergens voor nodig? Zeker niet, Sinterklaas. Het is vooral heel erg leuk. Ja, 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 leuk, dat is het woord. Dan vind ik het geloof ik een beetje leuk spannend. Ik ook, Sinterklaas. Maar ik vind het vooral heel erg gezellig dat u bij ons op de boerderij op visite komt. Oh, maar ik vind het leuk spannend, maar ook heel gezellig hoor. Ach, kijk. Nou, zo te horen zijn wij niet de enige die het gezellig vinden, Teun. Nee, dat klopt, want wij vinden het ook een feestje, hè, Piet? Oh, absoluut, Sinterklaas. Ja, dank u wel. Och, wat hebben jullie een mooie troon voor mij gemaakt van de strobalen. Nou, kom dan maar eens even bij me. Kijk, Sint is natuurlijk niet zomaar gekomen, hè. Sint is hier omdat... u heel veel cadeautjes naar Fien en mij komt brengen. Teun! Oepsie! Nou, niet alleen naar jullie, hoor, nee.
Niet? Nee, nee, er zijn veel meer kindjes die cadeautjes willen hebben van mij. Jammer. En daarom, omdat ik zoveel cadeautjes meegenomen heb, heb ik ook Pietje Pakhuis bij me. En die heeft jullie hulp nodig. Dat klopt, Sinterklaas. Ja. Wat kunnen we doen, Pietje Pakhuis? Nou, de cadeautjes die wij mee hebben genomen uit Spanje, die passen dus niet in de pakjeskamer van het grote Pietenhuis. Huh? Hoe kan dat nou? Nou ja, Sinterklaas heeft veel te veel meegenomen. Ja. Voor mij? Nee, niet alleen voor jou. Nee, voor heel veel kindjes, zei ik net. En omdat ik dus zoveel cadeautjes heb meegenomen, nou, die passen dan wel in de stoomboot. Maar dus niet in de pakjeskamer van het grote Pietenhuis. Oh nee! En nu? Nou ja, nu heb ik 500 cadeautjes die ik nergens kwijt kan. 500? Ja! Dat zijn er veel. Kunnen ze niet gewoon in de stoomboot blijven liggen? Oh, nee, dat gaat absoluut niet, Fien. U geeft alle 500 cadeautjes aan mij omdat ik zo lief ben geweest. Nou, dat had wel een leuk idee geweest, Deun. Maar dat is niet wat ik in gedachten had. Hè? Nee, kijk, toen ik aankwam en de stal zag, toen dacht ik, zou er daar nou niet die 500 cadeautjes in kunnen? Nou, Sinterklaas, u hoort het. Dat is geen probleem. Toevallig hebben we voordat u kwam hier alles nog helemaal netjes gemaakt. Ach. Dus er is meer dan genoeg ruimte. Oh, maar dat is echt geweldig. Dat is fantastisch. Oh, wat een goed idee van u, Sinterklaas. Ah, uitmuntend. Ja. Maar Fien en Teun, ik moet er wel op kunnen vertrouwen dat er dus echt niks met die cadeautjes gebeurt. Want als er ook maar één ding misgaat, dan loopt alles in het honderd. En bovenal zal Sinterklaas dan enorm teleurgesteld zijn. Nou, Pietje Pakhuis, het gaat al jaren goed, hè? Dus dan zal het dit jaar toch ook wel weer goed gaan. Ja. Oké. Ja, nou, als jullie dan even de cadeautjes willen pakken en in de stal willen doen, die cadeautjes liggen daar, dan ga ik in de tussentijd even naar de dakpietjes in opleiding. Die hebben schoentjes meegenomen bij de haard en hebben dan de cadeautjes laten staan. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat weten de dakpietjes in opleiding nog niet. Dus dat ga ik ze even vertellen. Helemaal goed, Sinterklaas. Nou, succes hoor. Ja, dank u wel, Sinterklaas. Dag hoor. Dag hoor, dag. Dag, Sinterklaas. Tot de volgende keer. Neemt u dan wel mijn cadeautjes mee? Teun. Nou, kom op, Fien en Teun. Wij gaan aan de slag. Pak jij dit, dan pak ik dat. Wij gaan Sinterklaas helpen, Sinterklaas helpen. Door, jongens, we hebben zo nog een paar cadeautjes te gaan. Oei, dat zijn er echt heel veel. Oh, gelukkig is onze stal heel erg groot. Daar passen nog wel een keer 500 cadeautjes bij. Ja, jullie stal is bijna net zo groot als de pakjeskamer van het grote Pietenhuis. Dat is maar goed ook. Huh? Wat bedoel je? Onze cadeautjes moeten er ook nog bij. Teun, jij moet gewoon een beetje geduld hebben, hè? En afwachten hoeveel cadeautjes je krijgt. Nou, jongens, helpen jullie mij nog even met de laatste cadeautjes die daar staan?
Achoo. Oh, gezondheid. Achoo. Nou, nog een keer gezondheid. Achoo. Oh, ja, drie keer. Morgen mooi weer. Wat een mooie veer. Huh? Op je muts. Oh, dank je, ja. Oh, hij kriebelde aan mijn neus. Ach. Daarom moest ik zo hard niezen. En daarom wordt het dus morgen mooi weer. Wow, zo'n mooie grote veer heb ik nog nooit gezien. Mooi is die, hè? Hij is van een struisvogel. Een wat? Een struisvogel. Hè? Ja, dat is een hele grote vogel die niet kan vliegen, maar alleen maar kan rennen. Maar hij heeft wel hele mooie veren. Maar hoe kom jij dan aan die veer? Die heb ik natuurlijk van Sinterklaas gekregen. Zomaar? Nee, toen ik mijn pietendiploma heb gehaald op de grote pietenschool. Ik wil ook zo'n mooie veer. Ja, dat zou ik ook wel willen. Tja, dan moeten jullie dus je pietendiploma gaan halen. Maar wat moet je daarvoor kunnen dan? Nou ja, dat hangt ervan af wat voor soort piet je wil worden. Ik wil over de daken lopen. Als je over de daken wil lopen, dan moet je dus een dakpietje worden. Ja, ik word een dakpiet. Ach. Ga je dan met mij mee, Fien? Ja, gezellig. Ja, maar jongens, je wordt natuurlijk niet zomaar een dakpietje. Hè? Nee, daar moet je een aantal dingen wel heel goed voor kunnen. Je moet bijvoorbeeld goed Sinterklaasliedjes kunnen zingen. Je moet over het dak kunnen lopen met een zak in je hand. En als laatste moet je zoveel mogelijk cadeautjes tegelijkertijd in je handen kunnen houden. Maar goed, kunnen jullie over daken lopen? Dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, ik ook niet, maar ik denk wel dat ik het kan. Wil je het ons leren, Pietje Bakhuis? Ja, dat is een goed idee. Oh, jongens, ik heb daar eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik moet nog heel veel regelen voor pakjesavond. Oh, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Nou, oké, vooruit dan maar. Ja! Joepie! We hebben nog een paar cadeautjes te gaan, dus dat is meteen een goede oefening. En nou, ik kan altijd wel wat hulp gebruiken. Waar beginnen we? Nou, als eerst hebben we dus een dak nodig. Oké. Huh? Ja. Oh, oh, nee, wacht eens even. Geen echt dak. Nee, dakpietjes beginnen eerst altijd op de grond. Op de grond? Ja, dus pakken jullie daar die kistjes en die planken maar even. Ja. Oké, heel goed. En dan mogen jullie ze daar zo in het midden neerzetten, jongens. Ja, heel goed. Zo, zet ze maar neer. Het is belangrijk dat we dit uiterst voorzichtig oefenen, Finente. Zo, heel goed. En dan doen wij deze erop. Zo. Tada! Ons oefendak. Oké, kunnen we nu beginnen? Bijna, want wat hebben pieten altijd bij zich als ze over de daken lopen, Teun? Cadeautjes. Precies. Dus pakken jullie daar die laatste cadeautjes maar even, ja? Ja, oké. Zo. Hier, kijk. Ah, super. Dan mogen jullie zo meteen met in één hand een zak en in de andere hand een cadeautje naar de overkant lopen. En als jullie dan aan de overkant zijn, dan mogen jullie het cadeautje in de kruiwagen doen. Oh, makkie. Vind je? Ja, dat lijkt heel erg makkelijk, maar dat moet natuurlijk wel een beetje snel. En daarom ga ik samen met de jongens en meisjes tot 10 tellen. En binnen 10 tellen moeten jullie dan naar de overkant. Oh, dat is dan wel weer minder, makkie. Ja. We gaan het gewoon proberen. Komt vast wel goed. Oké. Okay. Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen met een zak, heel erg goed over het dak. Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen op het dak en we doen dat met gemak. Oké, jongens en meisjes, ik heb jullie hulp nodig. Willen jullie mij helpen? Ik vroeg, willen jullie mij helpen? Oké, luister goed. Ik doe het een keertje voor. 1, 2, 3, 4, 5. Nu jullie. 1, 2, 3, 4, 5. En dan 6, 7, 8, 9, 10. Nu jullie. 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed, en dan doen we het nu achter elkaar. Ik begin. 1, 2, 3, 4, 5. En dan. 7, 8, 9, 10. Nu jullie. 1, 2, 3, 4, 5. Dat kan harder. 6, 7, 8, 9, 10. Heel erg goed. Oké, Fien, jij bent zo meteen als eerste aan de beurt. Heel veel succes. Dank je. Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen met de zak. Heel erg goed over het dak. Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak.
We lopen samen op het dak en we doen dat met gemak. Oké, jongens en meisjes, Fien gaat zo meteen naar de overkant lopen. En wij gaan met z'n allen tellen. Let op, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. En dan? 6, 7, 8, 9, 10. Wauw, goed zo. Goed zo, dakpietje Fien. Ja, dat ging heel erg goed. Het is gelukt zoals je ziet. Mag ik een groot applaus voor Fien de dakpiet? Pietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen met een zak. Heel erg goed over het dak. Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen op het dak en we doen dat met gemak. Oké, Teun, het is jouw beurt. Succes! Dankjewel! Lieve jongens en meisjes, tellen jullie nog één keer met mij mee? Daar gaan we! 1, 2, 3, 4, 5. En dan? 6, 7, 8, 9, 10. Heel erg goed! Goed, Teun! Nu ben ik ook een echte dakpiet, toch? Zeker! Ja, dat ging heel erg goed. Het is gelukt zoals je ziet. Mag ik een groot applaus voor Teun de dakpiet? Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen met een zak. Heel erg goed over het dak. Wij zijn dakpietjes, dakpietjes, pietjes op het dak. We lopen samen op het dak. En we doen dat met gemak. We lopen samen op het dak. Goed gedaan, Teun. En Fien, jij natuurlijk ook. Wat een vrolijkheid, zeg. Oh, kijk nou. Sinterklaas. Nou, vertel. Pietje Pakhuis heeft ons van alles geleerd, Sinterklaas. Oh, ja, hoe je over daken moet lopen, bijvoorbeeld. Ja, Sinterklaas, het zijn al bijna echte dakpietjes, hè. Net zoals de andere leerling dakpietjes. Nee. Wat is er aan de hand, Sinterklaas? Nou, waarom kijkt u zo? Nou, bij het controleren van de dakpietjes in opleiding heb ik ontdekt dat ze wel 200 schoenen hebben meegenomen. Ja, die vonden ze waarschijnlijk mooi. Huh? 200? Dat is wel heel veel. Sinterklaas, wat moeten ze nou met 200 schoenen? Ja, dat weet ik ook niet, Pietje. En daarom heb ik je hulp nodig. Rustig maar, Sinterklaas. Maakt u zich geen zorgen. Ik ga dit voor u oplossen. Oh, dat is echt fijn. Wij dan, Sinterklaas? Wij zijn ook dakpietjes. Ja, misschien kunnen wij u wel. Wij zijn dakpietjes. Jullie zijn echt nog geen dakpietjes, hoor. Want echte dakpietjes, die hebben een veer en een pietendiploma. En dat hebben jullie dus nog niet. Nee. Dus geen dakpietje. Pietje, ga je me helpen? We moeten het oplossen. Ik kom eraan. Nou, jongens. Ja, fijn. Ja. Ik moet er echt... Maar wacht eens even. We hebben net toch alles goed gedaan? Waarom heb ik dan geen diploma? En geen veer. Tja, Oh ja, een veer. Er is maar één iemand die veren en diploma's uitdeelt. En dat is... Sinterklaas. Ja, dus jullie zullen echt nog even geduld moeten hebben, jongens. En gewoon lekker blijven oefenen, hè? Oh, jammer. Heel jammer. Ik moet er nu echt vandoor, jongens. Maar zorgen jullie in de tussentijd dat er niks met die cadeautjes in de stal gebeurt. Want als dat ook nog misgaat... Oh, dan weet ik niet of pakjesavond wel door kan gaan. Nou, dag Fien en Teun, tot snel! Dag, Pietje Pakhuis. Oh, wat een stomme dag. Huh? Wat zeg je, Teun? Ik vind het een hele saaie en stomme dag. Waarom? En mama zei nog wel dat het vandaag een speciale dag zou worden. Maar dat is het toch ook? Oh ja? Waarom dan? Sinterklaas is al langs geweest. En we hebben hem geholpen door alle cadeautjes in de stal te zetten. En we hebben samen met Pietje Pakhuis over de daken gelopen. Wij zijn leerling dakpietjes. Dat is toch best wel speciaal? Nou, ik heb anders nog geen diploma, geen veer en ook nog geen cadeau. Dat is waar. Dus ik vind het maar een stomme dag. En Sinterklaas, die vind ik ook stom. We mochten hem niet eens helpen. Oh, Teun, dat mag je echt niet zeggen, hoor. Dat is niet lief. En als je niet lief bent, dan krijg je geen cadeautje. Sorry, Fien. Maar ik vind het gewoon zo jammer. Oh, ja, dat vind ik ook. En het duurt allemaal zo lang. Mm-hmm. Wij zijn hartstikke goede dakpietjes.
We zouden heel goed de schoenen kunnen vullen en we zouden ze ook gewoon laten staan, zoals dat hoort. Zeker weten? 100.000 miljoen keer zeker weten. Nou, ik denk, Teun, dat als we het wat vaker hadden gedaan, dat Sinterklaas ons wel zou laten helpen. Dat denk ik ook. Nee, dat weet ik wel zeker. 100.000 miljoen keer zeker. Misschien kunnen we... Ja? Nee. Of... Nou? Ja! Wat? Kom eens, Teun. Als we nou eens... En dan? En daarna? Ja, wat een goed idee! We gaan de dieren... Sst, stil, Teun. Huh? Anders is het geen verrassing meer. Oh ja, oepsie. Jongens en meisjes, kunnen jullie een geheimpje bewaren? Mooi. Teun en ik gaan straks alle dieren een cadeautje geven. Ja, we gaan als een echt Sinterklaasje en Pietje hun schoentjes vullen. Want de dieren hebben zelf natuurlijk geen schoenen. Nee, dat zou een beetje gek zijn. En als de schoentjes gevuld zijn, zorgen we dat we snel weggaan. Dan denken Rosa, Sebastiaan en Pim dat Sinterklaas is langs geweest. Ja, en zo kunnen wij oefenen om echte dakpietjes te worden. Kom, Teun. De dieren moeten geloven dat wij gaan slapen. Dan gaan zij ook slapen. Oh ja, Hoi, Pim. Ik kom even weldrusten zeggen. Hoi, Rosa. Hoi, Sebastiaan. Het is de hoogste tijd om te gaan slapen. Ik ben er geloof ik een beetje moe van geworden. Ik ook, Teun. We hebben ook best wel heel hard gewerkt. Uh-huh. Oh, maar we moeten nu echt snel naar bed. Inderdaad. De zon gaat onder en ik ben blij. Alle dieren zijn tevreden. Hard gewerkt op onze boerderij. Fijn hoe we alles samen deden. Het maanlicht schijnt over de wei. En alle dieren zijn al naar de stal toe. Deze dag is nu voorbij. Nu komt het laatste wat ik doe. Wij gaan slapen. Slapen. We kunnen niet meer wakker blijven. Zijn alleen maar aan het gapen. Geitjes, kippen, koeien en de schapen. Snel onder de dekens, alle knuffels om me heen. Zo gezellig, zo ben ik nooit alleen. Ja, wij gaan slapen, slapen. We kunnen niet meer wakker blijven, zijn alleen maar aan het gapen. Slapen, slapen. Lekker dromen over geitjes, kippen, koeien en de schapen. Snel onder de dekens, alle knuffels om me heen. Worden de dieren wakker? Dan worden we betrapt. Oh ja. Shh. Oh, ik ben er echt een beetje moe van geworden. Oh, ja, ik ook. Tanden poetsen, pyjama aan en slapen dan. En knuffelen met mijn knuffel, mevrouw Konijn. En meneer Beer. Oh, die ligt nog in de boomhut. Oepsie. Ik ga hem gelijk halen.
Oké, dan ga ik mijn tanden alvast poetsen. Tot zo. Welterusten allemaal. Gevonden! Nu kan ik al helemaal extra lekker slapen. Huh? Oh, jij bent het. Je liep me schrikken. Ja, leuk hè. Je schoen is gevuld. Dat hebben Fien en ik gedaan. Ik bedoel, ik denk dat Sinterklaas is langs geweest. Heel leuk. Ik? Wat ik voor cadeau heb gekregen, dat weet ik nog niet. Waar ga je heen? Oh, natuurlijk. In de stal bij Rosa liggen 500 cadeautjes. Daar zit vast ook een cadeautje voor mij bij. Weet je wat? Ik ga gewoon even kijken. Niks verklappen, hè, jongens en meisjes? Oh, eens even kijken. Ligt hier een pakje met mijn naam erop? Deze? Nee. Deze dan? Ook niet. Hier misschien. Oh, ja. Het lijkt wel alsof hier mijn naam op staat. Kijk nou. Ik denk dat dit mijn cadeautje is. Zou dit nou het cadeautje zijn voor mij? Wat is dit altijd spannend en wat maakt me dat toch blij? Want ik ben heel erg lief geweest, ja, heel erg lieve Sint. Is dit nu mijn cadeautje, dit cadeautje wat ik vind? Ik wil zo graag een trekker, daar kan ik helpen op het land. Een mooie rode schep om te spelen op het strand. Zou dit dan het cadeautje voor mij zijn? Wat vind ik dit toch spannend, maar wat vind ik dit ook fijn? Oh, ik ben super lief geweest, ja heel erg, lieve Sint. Is dit nu mijn cadeautje, dit cadeautje wat ik vind? Ik wil zo graag een gieter of een skelter of een bal. Ja, een skelterbal of trommel of een bezem voor de staal. Ja. Dus wat is mijn cadeautje? Welke staat er voor mij bij? Waar is hij dan precies? Welke is er nu voor mij? Oh, zijn dit de letters van mijn naam? Eerste is een T. Is dit een T, jongens en meisjes? Oh, de tweede is een E. Is dit een E, jongens en meisjes? Joepie! De derde is een E. Is dit een E, jongens en meisjes? Oh, dan ben ik er bijna. Nog maar één letter, de letter M. Is dit een M, jongens en meisjes? Ja, dan hebben we mijn naam. Ja, dit is het cadeautje. Dit cadeautje is voor mij. Wat is dit altijd spannend en wat maakt me dan toch blij? Want ik ben heel erg lief geweest, ja, heel erg lieve Sint. Ja, dit is mijn cadeautje, dit cadeautje wat ik vind. Ja, dit is mijn cadeautje wat ik vind. En nu openmaken. Het is een... pan. Een pan. Wat stom. Ik heb echt van alles gevraagd aan Sinterklaas. Wel 100 dingen. Maar ik weet echt zeker dat er geen pan op mijn verlanglijstje stond. Nou, dat waren wel heel veel schoenen, Fietje. Nou, zeg dat wel, Sinterklaas. Laten we ze maar gauw gaan terugbrengen. Ja, is goed. Oh, nee. Dat zijn Pietje Pakhuis en Sinterklaas. Oh, ik moet hier weg.
Oh, waar moet ik dat cadeau nou laten? Maar dan moeten we wel even de extra cadeautjes meenemen. Ja, laten we die even halen uit de stal bij Fien en Teun, Sinterklaas. Ja, niks verklappen, jongens en meisjes. Och, moet je nou kijken, zelfs in de avond ligt hij er prachtig bij, hè, die stal. Absoluut, Sinterklaas. Nou, ga jij even de cadeautjes pakken, dan ga ik in de tussentijd even in het boek kijken. Zeker, Sinterklaas. Ah. Ik kom er zo aan. Nou, doe rustig aan. Even een vraagje. Hebben jullie je schoen eigenlijk al gezet? Ik versta het niet zo goed. Oh. En hebben jullie ook een mooi cadeau gekregen? Oh. Nou, daar ben ik blij om. Nou, eens even kijken. Ja. Oh ja, we gaan nog langs Mees. En Mees, die houdt heel erg van autootjes. En daar heb ik een hele mooie brandweerauto voor hem meegenomen. En de vader van Mees, dat is Teun, die houdt van lekker kokkerellen en lekkere hapjes maken. En die heeft gevraagd om een nieuwe pan. Nou, die heb ik ook bij me. Daar zal hij blij mee zijn, die Teun. Sinterklaas, ik heb de extra cadeautjes gevonden, dus we kunnen gaan. Oh, dat is fijn. Nou, even, weet je zeker dat je de juiste zakken meegenomen hebt? Sinterklaas, natuurlijk heb ik de goede zakken bij me. Want als ik niet de goede zakken mee zou nemen, dan heb ik dus de verkeerde cadeautjes bij me. En dan gaan we dus met die verkeerde cadeautjes naar de kinderen. En die hebben daar dan helemaal niet... Luister eens even, Pietje Pakhuis. Het gaat al jaren goed, dus... Het zal dit jaar ook wel weer goed komen. Nou, precies. Kom maar. Sinterklaas, u heeft ook helemaal gelijk. Ja, dat heb ik eigenlijk altijd. Sebastiaan, wat zou het nou toch zijn? Oh, kijk, een lekker appeltje. Ja, dat vind jij altijd fijn. Goedemorgen, goedemorgen. Wat hebben we lekker geslapen. Goedemorgen, goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Dit cadeautje is voor Pim. Onze allerliefste hond. Oh, kijk nou, het is een lekker bol. Je nu maar rond. Goedemorgen, goedemorgen. Wat hebben we lekker geslapen? Goedemorgen, goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Goedemorgen, goedemorgen. Wat hebben we lekker geslapen? Goedemorgen, goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Goedemorgen, goedemorgen. Kom, we gaan. Vannacht alle schoentjes weer teruggebracht. Dus de juiste schoentjes zijn weer bij de juiste kinderen. Alleen, toen zijn we er dus achter gekomen dat er een cadeautje mist. Oh, nee. Oh, jawel. Wat is er, Pim? Wat is er aan de hand? Kijk hier eens. Oh, een cadeautje. Ja, maar dit is niet zomaar een cadeautje. Dit is het cadeautje. Hoe komt die daar nou? Ik denk dat Pim die daar heeft neergelegd. Pim? Dat kan niet. Pim lag te slapen. Wat? Oh, nou, toch denk ik het. Ja. Teun? Teun, wat is er aan de hand? Niks. Zeker weten? Ja. Jongens en meisjes, heeft Pim de hond dit cadeautje verstopt? Jawel.
Wat zeggen jullie? Echt wel. Niets. Welles. Maar wie heeft het dan wel gedaan? Heb jij dat cadeautje neergelegd? Wie? Maar dat heb ik niet gedaan. Oh, heeft Teun het gedaan? Echt niet. Oh, echt niet. Teun! Wat is het hier rumoerig? Sinterklaas! Sinterklaas, we hebben een heel groot probleem. Oh. We zijn een cadeautje kwijt. Ja, en we denken dat Teun hem heeft kwijtgemaakt. Toch, jongens en meisjes? Oh, Sinterklaas, het spijt me echt verschrikkelijk. Maar ik denk dat pakjesavond zo niet door kan gaan. Nou, Pietje Pakhuis, laten we eerst eens even onderzoeken wat er nou precies is gebeurd. Oké, Sinterklaas, Teun. Ja, Sinterklaas? Kom jij eens even bij me zitten. Ja, Sinterklaas. Nou, vertel me nou eens eerlijk, maar vooral eerlijk, wat is er nou precies gebeurd? Ik ik wil gewoon zo graag een goed takpietje zijn. Ja, toch, Fien? Ja, wij willen hele goede takpietjes zijn, Sinterklaas. Ja, en ik wil ook heel graag een mooi cadeautje, Sinterklaas. Een heel mooi cadeautje. Dus ik was aan het oefenen om een echt dakpietje te zijn. Nou, en toen? Toen zag ik een cadeautje. En daar stond op Teun. En toen dacht je dat die voor jou was? Ja, en toen maakte ik hem open. Oh, echt waar, Teun? Oh, dat is niet zo netjes. Maar in het cadeautje zat een pan. En wat moet ik nou met een pan, Sinterklaas? Ik heb helemaal geen pan gevraagd. Dus je hebt een cadeautje opengemaakt, daar stond Teun op en daar zat een pan in. Ja, Sinterklaas. Nou, Sinterklaas, dat kan toch niet? Teun, je bent me er eentje. Nou, ik geloof niet dat Sinterklaas boos op je is, Teun. Teun. Oh, sorry, Sinterklaas. Nou, Teun, het was niet zo netjes van je. Maar weet je wat nou zo grappig is? Nou, Sinterklaas, wat is er hier zo grappig aan? Nou, dat deze Teun een pakje heeft opengemaakt van een hele andere Teun. Hè? Een andere Teun? Ja, dat is Teun, de vader van Mees. En die had om een pan gevraagd. Ah. En omdat deze Teun geen geduld had en gauw zijn pakje wilde openmaken, heeft u dus het pakje van de andere Teun opengemaakt. En dat de vader van Mees... Ach, Sinterklaas! Maar dat is natuurlijk niet zo netjes van je, Teun, hè? Nee, Sinterklaas. Waar is dat pakje nu? Daar, Sinterklaas. Oké, nou pak het eens eventjes. Sinterklaas, kijk nou. Oh, het pakpapier is er ook helemaal af. Nou, Pietje Pakhuis, zo erg is dat toch ook niet. We hebben al zoveel pakjes ingepakt, dan kunnen we deze toch ook wel weer inpakken. Dat is toch een fluitje van een cent? Sinterklaas. Ja, nou, Teun en Fien, kom er ook eens even bij je. Ja, Sinterklaas. Jullie willen dus echte dakpietjes worden. Ja, Sinterklaas. Kunnen jullie dan ook al met een zak over het dak lopen? Ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas, dat hebben we geoefend. Oh, dat is mooi. Maar kunnen jullie dan ook met pakjes in je hand over het dak lopen? Ja, zeker, Sinterklaas. Oh, dat hebben we geoefend. Oh, en kunnen jullie die pakjes dan ook in de juiste schoorsteen doen? Oeh, nee, Sinterklaas. Nee, want volgens mij is dat alleen maar voor de echte dakpietjes, hè? Nou, ik denk wel dat Fien en Teun dat zouden kunnen, toch? Ja, Sinterklaas. Nou, dan denk ik dat ik de oplossing heb. Dan gaan jullie met het pakje naar de juiste schoorsteen van Teun en doen het daarna binnen. Oh. Ja, Sinterklaas. Ja. En zijn we dan echte dakpietjes, Sinterklaas? Nou, en dan? Ja. En dan? Ja. En dan? Ja. Zijn jullie echte dakpietjes? Oh, echt waar, Sinterklaas? Oh, wat superleuk. Oh, en krijgen we dan ook een veer, Sinterklaas? Nou, let op, daar komt hij aan, de veer. En de Pieterdiploma. Alsjeblieft. Gefeliciteerd, jongens. Goed gedaan. Oh, maar wacht eens even. Ja? Echte dakpietjes moeten nog iets anders ook kunnen. Wat is dat ook alweer, Sinterklaas? Liedjes zingen. Inderdaad. Zingen jullie nog één keer mee, jongens en meisjes?
Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Daar huppelt zijn paardje, het dek komt hem neer. Daar waaien de wimpels al heen en alweer. Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant. Ik heb genoeg lekkers voor heel Nederland. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij en rijd dan. Bedankt, Fien en Teun. Het was echt geweldig. Absoluut, Sinterklaas. Maar ik wil niet vervelend zijn, maar we moeten er nu echt hoognodig vandoor. Want er moet nog een hele hoop gebeuren voor pakjesavond. Ja, ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel jammer. Ik snap het, Sinterklaas. Maar we gaan ook niet weg voordat we afscheid hebben genomen van de jongens en de meisjes. Dat klopt, Pietje Pakhuis. Jongens en meisjes, willen jullie voordat jullie weggaan nog één liedje met ons zingen? Nou, dat klonk wel een beetje zachtjes. Jongens en meisjes, willen jullie nog één liedje met ons zingen?